Un pont, c'est un trait d'union, le plus court chemin entre deux univers qui évoluent en parallèle sans se rencontrer. En langage automobile, on appelle ça un tour de force. De functionaliteit van een ruime gezinswagen verzoenen met het karakter en de grandeur van een SUV. Dat is de krachttoer die Peugeot heeft uitgehaald. Visueel maakt de 5008 indruk met de hoge gordellijn, de verticaal geplaatste voorsteven en de horizontale, lange motorkap. Pas de doute, ce 5008 appartient bien à la famille des SUV. Een SUV van de atletische soort dan wel, vooral in de hoogste GT en GT Line uitvoeringen. De relatief lage daklijn en de lange wielbasis zorgen voor een langgerekt silhouet dat tot 7 inzittenden kan huisvesten. Dans ce registre, c'est bien simple, ce 5008 innove comme aucun SUV avant lui. Naast een ultralage laaddrempel biedt het model ook een onuitgegeven zetelconfiguratie. Op de derde zitrij vind je twee afzonderlijke wegklapbare en zelfs verwijderbare zetels. Een rij eerder vinden we drie onafhankelijk verschuifbare stoelen met instelbare rugleuning en de onvermijdelijke ISOFIX bevestigingspunten. Kortom, een SUV, maar wel één met de modulariteit van een monovolume. Oui, mais qui propose une expérience de conduite typiquement Peugeot. Die ervaring begint natuurlijk bij de fameuze iCockpit. Met het compacte stuurwiel, een 8-inch groot touchscreen en een digitaal head-up display. Dat de meest essentiële rijgegevens bundelt. Kers op de taart zijn de mooie pianotoetsen op de middenconsole, die de bediening van de voornaamste comfort- en veiligheidsfuncties voor hun rekening nemen. Et puis il y a ça, le système hi-fi focal pour mélomane. Ongeacht of je nu een concert dan wel een festivalganger bent, tegenwoordig wil iedereen zich verplaatsen met een SUV. Alleen schipperde het genre vandaag tussen de compacte exemplaren die vaak niet geschikt zijn voor familiaal gebruik en de grote SUV's die dan weer te omvangrijk zijn en niet binnen het familiebudget passen. Entre les deux, il y a désormais ce 5008. Inclassable et pour ainsi dire, seul au monde. Wat de 5008 nog onderscheidt van zijn soortgenoten is hoe hij zijn leeuwenklauwen in het asfalt lijkt te zetten. Tot slot geven we nog een pluim aan de motoren, die zowel op vlak van raffinement als emissiecijfers best in klas zijn. Want ook op dat vlak slaat de 5008 een brug tussen extremen. En doet hij de bestaande grenzen vervagen.